Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat weinig te raden over. Boven een groot deel van Nederland zien we wit en dat is dikke bewolking. En uit die bewolking valt flink wat regen. Het regengebied ligt vooral boven het noordoosten en oosten van het land... en verplaatst zich heel langzaam richting het westen. Vooral in het zuidwesten is het daardoor nog lange tijd droog. In de regentemperaturen rond de 20 graden, maar uiteindelijk wordt het in het oosten... Droog, breekt de zon door en dan kan het klik daar nog oplopen tot boven de 25 graden. In de rest van het land gaat dat denk ik niet meer lukken en vallen dus vanmiddag ook nog enkele buien. Vanavond trekken de buien dan langzaam richting het zuiden weg, wordt op steeds meer plaatsen droog en temperaturen zijn dan aangenaam, rond of iets boven de 20 graden. Morgen totaal ander weer, de zomer keert weer terug. Flinke zonnige periode, temperaturen van zo'n 23 tot 27 graden, 28 graden op een enkele plek. De windwaarde uit het noordoosten kan aan zeewindkracht 4 tot 5 zijn. Woensdag, donderdag en vrijdag blijft de zomer in het land. Temperaturen halen steeds de 25 graden. Als het meezit, kan het plaatselijk 28 graden worden. Lokaal kan er bui vallen, maar verregende dagen zoals vandaag die zitten er niet in. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl